Dus allemaal graag naar de start. Het is nog 1 minuut voor de start. Ik ga van 5 tot 0 ga ik aftellen. Nico die komt er al aan. Zij is verzorgen, dus de tijdwaarneming. Uitslagen komen op de site van de loopsporttraining in Victus. En natuurlijk ook op de site van uitslagen.nl. Staat die meneer, staat net voor mijn beeld. Ik wil wel even de klok zien. Dan kan ik straks aftellen. Van 50 tot 0. Ja, de muts kunnen we lopen. Het is koud, maar het is wel warm. Of het is wel droog. Dat is belangrijk. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Succes! En na afloop, dan is er natuurlijk hier bouillon, vruchtendrank en water hier bij de verzorgingswagen. Heel veel succes. Er zijn verschillende lopers met een mooie shirtje aan van de Werenloop. Mooie kleuren allemaal. Onze superveteranen. Anita is er natuurlijk bij. En Anneke en Matti. En Matti die is niet alleen. Die heeft een gezelschap. Keurig. Met stadnummer 7 en wat is te doen? Hé? Wat is te doen? En springen uit Oosterwolde. Dat ging ook goed. Mooi. Heeft de tijd bruto 46:18. Kijk, er komt de volgende man. Dus ik de tijd zien op zodra hij hier over de komend jonker Jubega. Hey, mooi jong, tweede dus hier over de finish. Dus Sven Springer uit Oosterwolde, hij was eerste in 46:18. Tweede Colbert Jonker uit Ajubica, tweede 49:40. Komen we de volgende, volgens mij is de eerste dame. Misschien dat we zodra over de mat komen. Keurig. Alexandra uit Hattem. Paul en Wanders. Mark Wanders. Keurig hoor. Goed zo. Even door naar vruchtendrank en bouillon. Keurig hoor. Alexandra Wal, zijn de eerste dame. En Mark Wanders, hij is de derde hier. Ja, ja. Dat zijn die tijden. Keurig. En te klein uit Appelska, 51 minuten en 50 seconden netto. Thank you.
ga de starten er even inleveren. De startnummer die kennen in het mandje hier naar de finish. Dus ga de startnummer weer terug in het mandje naar de finish. De uitslag zijn springen. Uit Oosterwolde heeft 46-18. Kovens Jonker, tweede, heeft 49-40. En derde is het Mark Wanders, 51-22. Eerste bij de vrouwen, Alexandra Bol uit Hattem. Dus gelijk de startnummers in het mandje hier naar de finish. En bij de verzorgingswagen bij Jan van der Wal. Daar is bouillon, vruchtendrank en water. En ik roep jullie straks op voor de prijsuitreiking. We hebben nog maar één dame binnen, dus zodra die andere twee dames binnen zijn, dan geef ik door wanneer de prijzen gaan uitreiken hier bij de finish. Jolina Hofstra, de dochter dus van Klaas-Jan, die doet de prijsuitreiking. Ja, volgende. Komt hij meteen hier straks over de mat. En dan zie ik zijn naam. Ziet hij Jonker, Ruta Jubega. Goed zo, ziet ze. Keurig om, goed zo. Ziet hij Jonker dus. Hij is gewinnen. Hij is dus vijfde bij de mannen. Oké, er komt een tweede dame, zo te zien. Ja, tweede dame. Je gaat zo meteen zien als over de mat komt. En Maaike dacht ik. Ja, Maaike Hornstra, ze komt in Jelm. Keurig hoor, goed zo Maaike. Mooi hoor. Tweede doel bij de vrouwen. En als de derde vrouw straks is, dan gaat Jolina de prijzen uitreiken. Hier is de derde dame. Keurig met de 24. En de stad nummer 24 was Jolanda Dekker. Keurig. En ik ga trekken, uitslagen, de prijzen. Gaan we dan uitreiken hier, dan roep ik de namen op. Keurig, hier met 105. Hier over de finish. Marion. Jullie zijn net van mijn Oké, Jolanda Dekker uit Tuzer, ik zei mijn 105, Marion Floort komt uit Meerstad. Ja, uit Meerstad, ik kom onder voorzitter. Die woont er tegenwoordig ook. Voorzitter van SV Friesland. Nee, ik heb niet eens binnen zien komen, je was al. Hij woont ook in Meerstad. Als ik zeg het lijstje krijg met de uitslag, dan roepen jullie ook voor de prijsuitreiking. Krijgen
Godverdomme. Goedo, Caroline Maloney. En ook Ruud. Ah, Chris, hier even. Ruud Veenstra. Hoi, Ruud. Goed ook alleen. Ga je ook over de finish? Ga je ook over, ja. Dat is lekker hoor. Ja, geef ook zo. Mooi. Caroline Maloney en Veenstra. Ga je de volgende dagen? Ja, Joker, Joker Nicolai. Zwaar hè? Natuurlijk hier. Zwaar, zwaar. Leek Norf. Norf vind ik ook zo zwaar. Kuri Jonke. Zitten nu op 58 minuten en 10 seconden. We gaan dus naar het uur. Een pittige route hoor ik wel. Ja, je hebt een mooie uitslag. Ja, dat is die graag. Ja, ik ben ook weer wat voor. Ik ga naar Noah, ik vind het knap. Ik heb 35 minuten. Ja? Ja, goed, ja. Ik heb een uitslag van de trail, 9 kilometer. Ik kom niet meer uit. Kom niet meer terug. Nee, dat is niet. 34. Ja, Jolien is in de buurt, dus dan gaan we de prijzen uitreiken. Met Jolanda Dekker, Maaike Hordenstra en Alexandra Hof. Ja, dus die dames gaan op het eerste gebod. Er is niemand van die jongen. Nee, ja, die is zelf jongen. Die houden nog net voor de achtlaag. Hier roept hij me voorbij. Alexander Wolf, ze gaat op het eerste gebod, nummer 1. Maaike Hornstra, tweede. En Jolande Dekker, derde dus. Nee, alleen. Nee, die liep me voor van mij. Ik ging me voorbij, ik hoorde haar. Daarbij Olden Hedda. Nu loopt dat. Nee, ik ben aan de raket weg. Ik ben hier als een raket. Ja, ik ben weg. Als een raket, ik denk, ik moet het begin moet pakken. Dat is geen stijl, zei hij tegen mij. Wie zei dat? Hij zei, ik heb die bom niet gezien. Nee, hij zei, waar is Lensen? Ja, ik zei, die was al weg voordat ik het wist. Ik heb het niet door de naam, maar ik ben niet bij. Ja, mooi. Wat een mooie route. Ja. Nummer 1, 2 en 3, zonder het erepodium, maar er zijn geen prijzen, hoorde ik. Dat is een resultatief. Ja, sorry. Ik wist het niet. De eerste drie heren kunnen nog wel, ja. De eerste drie heren die nog wel op het podium. De eerste drie heren. Ik krijg nu geen prijs. Dat is Mark Vaanders uit Hattem, Kobus Jonker uit Jubega. En Sven Springer uit Oosterwolde. Die drie maanden graag op het erepodium. Maar jullie komen wel op een foto op de zijde hoor. Ja. Egbert is in aantocht. Keurig. Mannen, gefeliciteerd en bedankt voor jullie deelname. Egbert Geertsma, hij komt uit Groningen. Hoi Egbert, goed zo. Ja, dat wil even afzien. Ja, dat was even niks. Wat ben je de derde? En dan komt er Jure. Jure, Johannes van der Kaaf. Dan komt er Doel Tjerk. Volgende week zien we daar op Ameland. Ja, goed zo, keurig.
zijn Jantje er ook bij en die staat onderweg allemaal foto's te maken. Prachtige foto's. Deze jonge dame die komt over de finish. Dat is Monique de Jong. Op een mooie shirt van... Nee, dat is Monique de Jong. Hier wel. Kan je dit nou niet doen? Dat komt nu burrel natuurlijk. Mag het staan en maar wel? Ik zag een blauwe stem. Ik denk, nou moet ik zijn. Ik zag dat op je koek. Kijk, die laatste niet. Omhoog. Oké, super veteraan, Karst Arma. Die zo gast komt uit de Stingers. Net nummer 65 natuurlijk, Wietske van de Kooien, Paulette, komt uit Burgum. Sorry. Ik zou de deelnemende lijst er even bij houden. Keurig. Nou mooi. Nou, ik heb jullie niet meer op het scherm, dat is jammer. Allemaal keurig hoor, goed zo. Allemaal mooie, allemaal benen hier onder de finish. Na de 9 kilometer. Heeft er van de kaartvragen erbij. Het 45-jarige Platsen uit Bijlen. De jongeman met stad nummer 60. De Ian Bal. Hé, Ian, dat is een bekende naam in ondervoering. Ian Bal uit de Penis. Penis Moedergat, dacht ik. Rico, ik heb er een ding voor mijn naam gezien. We hebben Karen Meijten gezien in de kaleertaart. Hij is er van de kaart. Hij heeft het al eerder. En de Jerma Groot naar de Alberenstad speelde. En dan Sipa uit Heenwouden samen met Tessa de Jong, Jos Platser en Ian. Ian Bal komt uit de Friesen Moddergat. Hij de 13e, Jos 12e, Tessa de 15e. Bij de vrouwen, de 14e was Anna, Natalie was 11e. Irma 13e, Hester 12e, Ineke Lichthart 11e en Karin was 10e. Inge van Dommelen uit de Appelskraaier, G.J. Klein en Jeanette Huytema, Huytema natuurlijk. Van die Olivas, ze zou de trainen op de Appelskraaier met haar groep. Ja, goed hoor.